Welkom voor alle hier aanwezig en tevens nog de beste wensen voor het nieuwe jaar. Een speciaal welkom voor de loco-burgemeester Willem-Jan van der Zanden en van Brabantsheem Henk Helligers. Welkom. Deze middag vieren we het 50 jaar bestaan van de Heemkundekring De Heerlijkheid Oosterhout. En om een beetje in Oosterhout de sfeer te spreken, vandaag ziet de Heemkundekring Oosterhout Abraham. Ik geef u een korte schets van wat u van dit officiële gedeelte zal kunnen verwachten. Er zijn vier sprekers. De eerste spreker is Willem-Jan. Hij zal het jubileumjaar openen. Dan komt Simon Burggraaf. Hij is al 42 jaar lid van deze vereniging en hij gaat iets vertellen over de geschiedenis, zeker van de beginperiode. De heer Henk Helliger zal spreken namens Brabantsheem. Hij is daar de voorzitter. Als laatste Frans Timmermans, de voorzitter van onze vereniging. En die gaat het een en ander vertellen over toekomstideeën die we hebben. Mag ik dan als eerste, Willem-Jan, jou het woord geven? Geachte aanwezigen. 50 jaar Heemkundekring De Heerlijkheid Oosterhout. Een kroonjaar. Laat ik u allereerst namens het gemeentebestuur feliciteren met dit gouden jubileum. Ik doe dit ook in naam van burgemeester Buys, die eigenlijk hier zou staan vanmiddag, maar vanwege een crematie tot zijn spijt verhinderd is. Wat is heemkunde eigenlijk? De online encyclopedie Wikipedia zegt daarover het volgende. Heemkunde, naar het woord heem, is kennis van en onderzoek naar de eigen leefomgeving. Het gaat onder meer om de geschiedenis, de geografie en het dialect van een woonplaats of omgeving. Geïnteresseerden verenigen zich in een heemkundige kring, heemkring of oudheidkundige vereniging. Heemkunde staat dicht bij de mensen. Heemkunde heeft niet de drang alles te willen bewijzen, maar wel eerder de betrokkenheid van bewoners bij de omgeving versterken. Uw kring richt zich op de geschiedenis van Oosterhout en de kerkdorpen. Uw activiteiten bestaan uit het verzamelen en archiveren van historisch materiaal in beeld, schrift of audio en die te presenteren door middel van publicaties en het organiseren van lezingen en tentoonstellingen. Dat de gemeente Oosterhout uw werk waardeert, is in het verleden onder meer tot uitdrukking gebracht in uw vestiging in het toenmalige Huis van Erfgoed. En meer recent in de ondersteuning bij uw zoektocht naar een nieuw onderkomen. Een nieuwe plek waar de heemkundekring zich verder kan gaan ontwikkelen. Die zoektocht is zo goed als verbracht. De seinen voor een verhuizing naar de Pannenhoef staan op groen. Ik ben ervan overtuigd dat de laatste hobbels voor die verhuizing binnenkort ook genomen kunnen worden, zodat de heemkundekring De Heerlijkheid Oosterhout in alle rust verder op weg kan naar een volgend kroonjaar. En ik heb de heemkundekring ook een keer persoonlijk mogen bezoeken op de huidige plek. Ik heb ook gesprekken gehad met leden van het bestuur. En ja, wat mij daar ook opviel, was de enorme betrokkenheid en ook de enorme hoeveelheid kennis die er bij deze vereniging is over het Oosterhoutse en de geschiedenis. En dan verwijs ik naar de overzichtstentoonstelling van een aantal maanden geleden die hier in de foyer van de Busser was. Het was maar een kleine selectie van tentoonstellingen die er in het verleden allemaal zijn geweest. Alleen dat kleine beetje
daar was al enorm veel informatie over de geschiedenis te vinden. Dus ook een enorme bron van kennis waar ook de gemeente, denk bijvoorbeeld bij de film die gemaakt is voor de herinrichting van de heuvel, in het boekje ook dankbaar gebruik van heeft gemaakt. U bent dus 50 jaar actief in de heemkunde. En dat is best iets om trots op te zijn. Op vrijwillige basis wordt er door u heel veel werk verzet. En nogmaals, de Oosterhout mag zich daarmee gelukkig prijzen met die inzet en die betrokkenheid. En ik wil u dan nogmaals alle danken voor alle inspanningen die de afgelopen 50 jaar zijn gedaan om de lokale geschiedenis van Oosterhout levend te houden. En ik wens u een heel mooi jubileumjaar en natuurlijk ook een hele mooie toekomst toe. Ja, dan gaan we luisteren naar Simon, die dingen gaat vertellen van het verleden van de heemkundekring. Alleen niet dat u in 5 minuten de geschiedenis van 50 jaar verwacht. Want dat lukt niet. Het allereerste begin heb ik ook niet meegemaakt. En het laatste stuk hebt u allemaal meegemaakt, dus daar heb ik het maar niet over. Ik heb het vooral over de eerste jaren. En we zitten ongeveer op de plek waar de ideeën ontstaan zijn voor de heemkundekring. Toen, 50 jaar geleden. De bussen stonden er nog niet, de biep was er niet, het hotel was er niet, de winkels daar waren er niet. Het was een groot kaal plein. Met daar aan de achterkant de Waterloostraat. In de Waterloostraat op nummer 7 stond het archief. Wat nu dus verhuisd is naar Tilburg, stond hier in Oosterhout. Ook voor Dongen, voor Ter Heide, voor Tetering en zo. Het was een streekarchief. Daar werkten minstens 3 van de eerste leden van de heemkundekring. Jan Broeders was archivaris. Jan Ome had een winkel op de markt gehad, was vrijwilliger bij het archief, maar heel Oosterhout dacht dat hij de archivaris was. En de derde, die kwam er vaak, Jan Verhulst. Uit de muziek kennen we de 3 Jannen, wij kennen ook de 3 Jannen. Jan Verhulst, Jan Ome en precies. Al heel gauw waren er ook plannen. De eerste jaren 5-6 lezingen per jaar. 2 tentoonstellingen per jaar. Waar? Gewoon in de wijkhuizen, in de cafés. Later in het kijkhuis op de heuvel, bij het MEC. We hebben wat afgezworven wat dat betreft. Maar die figuren waren wel flink actief. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar deze 3 hadden ideeën genoeg. De boerderijen, oude Vlaamse schuren en die langgevelboerderijen gingen ze opmeten. Ze gingen graven bij de Slotbosse Toren. Dat mocht toen nog. Tegenwoordig mag dat niet meer. Omdat hij over de Rijksweg heen gaat? Nee, want voor die tijd heette hij ook al de Hoogstraat. Je kon namelijk op 2 manieren naar Oosteind. Via de Hoogstraat en via de Leijzerstraat. De Leijzerstraat, dat was 's winters een modderpoel. Maar de Hoogstraat was zomers een stofpoel. Het is maar wat je koos. De eerste tentoonstellingen gaan bijvoorbeeld langer voor het Heemkundig Museum, hier vlakbij. Koekfabriek De Hoog wilden ze een Heemkundig Museum beginnen. Nu zitten Brownies en Downies. Daarboven zitten nu appartementen. Die hele appartementenlaag zou Heemkundig Museum worden. Ja, dat was een beetje een probleem. Jan Buijs begon ook een heemtuin.
om planten die in ons milieu thuis horen, maar die langzamerhand aan het verdwijnen zijn, nog een plekje te geven. Bij het archief Waterhoofdstraat 7 werd een heemtuin ingericht. Later bij de school Mario Goretti. Nog later bij het MEC. Een heemtuin. We begonnen met genealogie. We begonnen dingen vast te leggen van leerlooierijen, van pottenbakkers. Dus zijn er wat geweest. De laatste is omgebouwd naar theater, de Schelleboom. Waar we regelmatig bijeenkomen. En zo in die begintijd waren er veel erg actieve leden. Ik ben zelf niet uit die allereerste begintijd. Ik ben op een gegeven moment bij de heemkundekring gekomen. Doordat een onderwijsstudent bij mij stage liep. En van de PABO een opdracht meegekregen had van jij moet les gaan geven over de geschiedenis van Oosterhout. Nou, hij wist er niet veel van en ik wist er niet veel van. Dus we zijn op een gegeven moment naar het archief gegaan en daar kwamen ze inderdaad met informatie van alsjeblieft, dat kun je zo en dat kun je zo en dat is er. En toen werden we enthousiast van hey, dat is een club waar we wel bij willen horen. Ja, dat is onderhand een aantal jaren geleden en ik zit er nog steeds bij. Dankjewel Simon voor dit mooie verhaal. Meneer Hilligers, mag ik u het woord geven? Ja, dames en heren. 17 januari, vandaag. Precies 50 jaar geleden werd de heemkundekring De Heerlijkheid Oosterhout opgericht. En namens het bestuur van Brabantsheem wens ik jullie bestuur, leden van deze heemkundekring natuurlijk van harte geluk met dit jubileum en ook met het jubileumjaar wat vandaag van start gaat. Ik heb zelf lang in deze contreien verbleven. Ik was burgemeester van Dussen en werk dan. En dat was tussen 1989 en 2009. Dus ik heb ook wel wat associaties opgedaan met Oosterhout. En met een historisch tintje wil ik er toch een paar noemen uit die tijd. Natuurlijk, het eerste is de Abrahamdag. 50 jaar, klopt precies. Ja, daar was Oosterhout toen zeker voor bekend. Maar ik heb er ook een paar andere. Want het eerste wat bij zekere bestuurlijke kring ingepeperd werd, was eerst eentje, zeggen ze in Oosterhout. Ja, en wie kent die spreuk niet, want Hein Mandels, een Neerlandicus hier in Brabant, de pionier van Brabantsheem, die heeft er een heel boek over geschreven, Brabantse spreuken, en die heeft dat ook opgenomen in dat boek met een korte verklaring, dat heemkundige tintje, dat op het moment dat rond 1890 de treinstations verdeeld werden, het Oosterhout College van burgemeester en wethouders naar Den Haag toog om die spoorlijn breed naar Tilburg te gaan bepleiten. Maar ja, ze hadden al een reis achter de rug, dus in Den Haag gingen ze eerst eten voordat ze bij het ministerie aanklopten en toen zagen ze de delegatie uit Gilze en Rijen naar buiten komen. Die waren hen voor geweest en het verhaal wil dus dat daarom de trein al 135 jaar in Gilze en Rijen stopte, niet in Oosterhout, waar nog steeds om die spoorwegverbinding gevraagd wordt. Nog even los, omdat dat nou logisch zou zijn, die spoorweg van Breda naar Tilburg over Oosterhout, want in mijn Werkendamse tijd dachten we nou juist aan die spoorlijn die er ook niet gekomen is, van Breda via Oosterhout naar Gorinchem langs de A27. Bleek de uitleg toch al discutabel te zijn, want de term eerst eten dook volgens allerlei deskundigen ook in 1842 al in een Oosterhouts document op. Waar denk je nog meer aan? Ja, toen ik pas hier was, de Heilige Driehoek. De kloosters, want Oosterhout stond bekend ook vroeger als een echt degelijke katholieke gemeente. Met zijn kloosters in een driehoek hier midden in Oosterhout. Volgens commissaris van de koningin van Voorst tot Voorst was Oosterhout zo katholiek dat die ene parochiekerk in de Komzijls veel te weinig was voor de gemeente. En toen hij in 1896 Oosterhout bezocht,
met een rijtuig uit Geelse Rijen, ging hij naar de Albanese audienties, dus met het Oosterhouts College, inderdaad op bezoek bij die heilige driehoek. En hij noteerde daar onder andere dat hij ontvangen werd door de Norbertinessen. Dat kwam omdat hij de bescherming genoot van de Oranjes. En dat hij opschreef vervolgens, omdat het zo religieus was, ik ontmoette de priorin, de superiorin en de oudste non, alle drie natuurlijk achter de tralies. Zo ging dat in die tijd. Een andere, het Wilhelmina-kanaal. Als de commissaris Van Voorst in 1908 Oosterhout bezoekt, schrijft hij dat de aanleg van het Wilhelmina-kanaal nog niet begonnen is. Want er schijnen nog allerlei wijzigingen te moeten komen in de richting Oosterhout-Breda. 4 jaar later is hij weer. Dan gaat hij met de wethouders Fik en Schets het Wilhelmina-kanaal in ogenschouw nemen, want dan is men gevorderd tot de Koningsdijk. En weer 5 jaar later, als hij Oosterhout weer bezoekt, dan zegt hij dat het Wilhelmina-kanaal klaar is en dat het de gemeente ook grote voordelen biedt. Hij noteert, het gaat goed in Oosterhout, er is voldoende werk, de grote schepen komen langs het kanaal en de industrie maakt er goede zaken. Een andere associatie, dames en heren, is de koekfabriek van Schiek. En ja, dat noem ik, want dat heeft ook te maken met Brabantsheem. Want toen ik burgemeester werd, toen trof ik in Oosterhout Piet Schiek als wethouder. En zonder nou tekort te doen aan mensen als Henk de Laat, Jan Schoenmakers en Kees Leijten, noem ik toch Piet Schiek, omdat hij later mijn collega in Sint-Oederode werd. Maar vooral ook, hij werd mijn voorganger als voorzitter van Brabantsheem. Ik ben hem een aantal jaren geleden opgevolgd. En ik herinner me bovendien overigens dat toen Piet Schiek wegging uit Oosterhout, wij allen die hem de hand kwamen drukken een doos koek van Schiek mee kregen. Dames en heren, genoeg over de associaties en de geschiedenis. Ik heb gemerkt dat er bij u mensen zijn die fantastisch daarover kunnen vertellen, zoals Simon Burggraaf over een heemkundekring die 50 jaar bestaat en die hopelijk ook nog een hele toekomst voor de boeg heeft. Heel veel heemkundekringen jubileren overigens in deze jaren. Een aantal, Brabantse Heemzuik al bestaat 75 jaar, een aantal bestond vorig jaar al 75 jaar, maar die zijn op de vingers van 2 handen te tellen. Veel meer kringen, zoals jullie kring, werden opgericht in de jaren 60 en 70. Want de beleving van die plaatselijke historie die werd steeds belangrijker en ging op allerlei plaatsen steeds meer leven. En dus heeft ook bijna elk dorp in Brabant zo zijn eigen heemkundekring waar de geschiedenis uitgedragen wordt van het dorp of van de gemeente. En waarschijnlijk is dat een beetje gegaan volgens de formule van pastoor uit Alphen, de grote man achter de oprichting van Brabantsheem, die zo zijn eigen draaiboek had. Zoek nou een notabele die voelt voor de oprichting van zo'n heemkundekring. Zoek daarbij de burgemeester, het schoolhoofd, secretaris, een ambtenaar. Zet ze bij elkaar. Als het even kan, haal er nog iemand bij van de Boerenbond of de middenstand, de verkenners. En ga dan een plan maken. Maar, zei Bink erbij, dat gaan we niet voordat er bij de geestelijkheid is aangeklopt van de beginnen af aan om de leiding. Nou, dat heb ik nog niet gehoord in de geschiedenis van de heemkundekring. Maar goed, als we het hebben, dames en heren, over 1973, dan denk ik dat die geestelijke er niet zozeer aan te pas kwam. Wat wel klopte, is dat ook de heemkundekring Oosterhout aanklopte bij iemand die heel veel belangstelling had voor de lokale geschiedkunde, voor de heemkunde. En dat was de uit België afkomstige Robert van Roosbroek. Iemand die volledig ingeburgerd was in het Oosterhoutse. Een modelburger, maar waar later bleek dat er wel een smetje aan zat. Hij werd de eerste voorzitter van de heemkundekring. Hij heeft mee aan de wieg gestaan, maar tegelijkertijd heeft de heemkundekring daarmee en Oosterhout een eigen stukje geschiedenis ontwikkeld. Want dankzij het onderzoek van leden van dezelfde heemkundekring enige jaren geleden bleek dat hij toch een oorlogsverleden had waarna hem zijn erelidmaatschap en de erespel van de gemeente Oosterhout ontnomen werd. Hoe het is gegaan is geschiedenis. Feit is dat in ieder geval
dat er in Oosterhout een actieve heemkundekring opgebouwd is die inmiddels 50 jaar bestaat. Voor de beschrijving van cultureel erfgoed en de geschiedschrijving van Oosterhout, Dorst en Den Hout. 50 jaar jong van geest. We hebben het net gehoord, allerlei activiteiten worden ontwikkeld. Gelukkig na corona gaat alles weer erg crescendo en zijn veel heemkundekringen in Brabant weer volop actief geworden. Zo ook hier in Oosterhout, want er is een hele geschiedenis om uit te dragen. En dat doen jullie via themagroepen, via tentoonstellingen, via lezingen. En ik hoop dus van harte dat dat ook zo door zal blijven gaan. Namens Brabants Heem, van harte gefeliciteerd. Wij zijn trots op zo'n actieve heemkundekring. Oosterhout mag trots zijn op zo'n actieve heemkundekring die bezig is met de geschiedenis van de gemeente. En ik hoop dat jullie nog heel lang door zullen kunnen en willen gaan om die geschiedenis uit te dragen. Om die band tussen heden, verleden en toekomst vorm te geven. Maar ook vooral, want ook dat is heemkundekringen, sociaal bezig te zijn met mensen, met leden die elkaar ontmoeten, met leden die samen dingen doen. Of dat nou is oude foto's te bekijken, of bitprintjes te inventariseren, tot lezingen te organiseren. Het is heel goed dat heemkundekringen die sociale component ook uitdragen. Ik wens jullie alle goeds toe voor de toekomst. Op weg naar de komende 50 jaar, een fijne jubileumviering en een mooi jubileumjaar. En namens Brabants Heem geef ik dat vorm met het jubileumbord wat ik graag de voorzitter wil overhandigen. Hiervoor. We hopen dat dit bord een mooie ereplaats krijgt in een nieuwe ruimte in het Pannenhof. Oh ja, hier zit de standaard in. Meneer Hellegers, blijft nog even staan. Ja, dat doe ik. Ja, want ik ga iemand naar voren roepen die al gesproken heeft daarnet. Simon, kom jij even hier staan. Ja, ik mag het weer even overnemen, ja, denk ik. Ja, heel even wachten, want ik zie daar een paar mensen aankomen die jou heel bekend zijn. Dat is de familie van Simon, zijn vrouw, dochter en nog veel meer. Ja, je kunt daar gaan zitten, maar er kunnen ook mensen hier even bij komen staan. Of hier bij Simon kan ook iemand komen staan, kom maar. Kom maar hier staan. Wat leuk dat jullie met zoveel gekomen zijn. Oh, enig, ja. Ja, Simon. Kom er maar bij. Alle aandacht is nu voor jou. Ja, ik mag inderdaad nog niet gaan zitten, want ik moet namens Brabants Heem nog even een pluim uit gaan delen. Mag dat zeker doen, want ja, Simon, je hebt je net al geïntroduceerd als iemand die erg actief was en is bij de heerlijkheid Oosterhout. En we weten met z'n allen, heemkunde is mooi om te doen, is leuk om te doen. Heemkundekringen kunnen actief zijn, maar ja, daar heb je vrijwilligers voor nodig die zich ook in willen zetten voor zo'n heemkundekring. En je zei het zelf al, je hebt een groot deel van de 50 jaar van heemkundekring, de heerlijkheid van Oosterhout, meegemaakt. Want die kring bestond nog maar net toen jij lid werd. En ja, zoals je zelf al aangaf, behoorde je ook echt tot de doelgroep van de heemkunde, iemand uit het onderwijs. Ze werden er vroeger al bij gehaald en in de loop der tijd is dat absoluut zo gebleven, omdat dat mensen zijn die bij uitstek ook die geschiedenis uit kunnen dragen aan jonge mensen. De
De heemkundekring haalde iemand in huis die via onderwijs en educatie de heemkunde en de geschiedenis uit kon dragen. En ik begrijp dat je dat ook met verve gedaan hebt, want ook voor de lessen heb je veelvuldig gebruik gemaakt van de materialen en de bronnen van de heemkundekring. Je bent altijd actief betrokken geweest bij het erfgoed van Oosterhout. Als actief lid en vrijwilliger heb jij je op allerlei manieren verdienstelijk gemaakt voor de kring en daarmee ook voor de gemeenschap van Oosterhout, Dorst en Den Hout. En je bent ook nog eens heel lang bestuurslid geweest van deze heemkundekring. Ik begrijp dat je ook nog een grote affiniteit hebt met genealogie, dat men altijd bij jou terecht kan voor je stambomen, dat je er zelf samengesteld hebt, dat je handgeschreven teksten makkelijk uit kunt leggen en kunt vertalen, daar heb je geen probleem mee en iedereen kan een beroep op jou doen en wordt door jou geholpen. Ja, en verder ben je nog actief met het bestuderen van archiefstukken, schrijven van artikelen voor het Kwartaalblad, verzorgen van lezingen, de samenstelling van tentoonstelling, ontwikkeling van lesmateriaal. Een heleboel verdiensten op één hoop voor de heemkundekring De Eerlijkheid Oosterhout en ook daarmee voor de heemkunde in Brabant en voor Brabants Heem. Vandaar dat ons bestuur besloten heeft jou het zilveren draaginsigne van Brabants Heem toe te kennen, wat ik graag op wil spelen. Die daar bij hoort. Hartelijk gefeliciteerd. Zoek het plaatje, zou ik zo zeggen. En even feliciteren. Ja. Simon, gefeliciteerd. Dankjewel. Het is je zeer gegund en heel erg verdiend, dit. Als laatste spreker zal Frans, onze voorzitter, nog iets vertellen over de ideeën, de toekomstideeën die de heemkundekring heeft. Allereerst zou ik graag wel beginnen met Simon en zijn familie te feliciteren. We zijn ontzettend blij met Simon in ons midden en inderdaad, zoals het net al aangekaart, hij heeft ontzettend veel voor ons betekend, heel veel gedaan. En we hopen natuurlijk dat het nog heel lang zomaar blijft voortduren. Wat dat voortduren betreft, beste mensen, dat gaat dan over de toekomst, wil ik heel kort daarbij stilstaan. Ik heb 5 minuten tot mijn beschikking, dus het gaat een razend tempo. Ik ben niet zo'n goede spreker, dus ik zal ook het een en ander aflezen of voorlezen van mijn papier. Ik hoop dat jullie dat niet erg vinden. Ik begin met een verhaal bij corona, dat best een moeilijke tijd voor ons al was. Het was een soort lockdown en voor lieverlee, stapje voor stapje, zijn we uit die soort winterslaap gekomen en zijn onze bestuursleden en de vrijwilligers tot de actie overgegaan. Wel, dat is een van de problemen die we moesten overwinnen. Een ander probleem, en dat is al eerder aangeroerd,
door een van de vorige sprekers. Dat heeft te maken met onze verhuizingen. Daar zijn we ook al een hele tijd, jaren mee bezig. En dat kost natuurlijk ontzettend veel energie. Hopelijk gloort er iets positiefs aan de horizon. Wel, bij heemkunde, bij de oefening van heemkunde, moet je eigenlijk onderscheid maken tussen de verschillende vormen van beoefening, actief en passief. Actief, dat is als je tentoonstellingen maakt, als je artikelen schrijft, heemkundige artikelen. Passief is als je gewoon de artikelen leest of een tentoonstelling bezoekt. Wel, er is een onderzoekje gedaan door Erfgoed Brabant, of nee, ik moet zeggen, Erfgoed Brabant heeft geciteerd uit een onderzoek dat gedaan is naar de belangstelling voor erfgoed. En wat blijkt? Dat het niet zo is dat er verschillen bestaan tussen de verschillende leeftijdsgroepen wat betreft erfgoedbeoefening. 70-jarigen of 10-jarigen, het maakt niet uit. Het komt erop neer dat het ongeveer 20% van de ondervraagden dat die regelmatig passief met erfgoed bezig is, dus een tentoonstelling bezoekt of iets erover leest, iets erover bekijkt, en dat 10% actief betrokken is bij erfgoedbeoefening. Dat wil zeggen dat ze dus op zoek gaan naar materialen, dat ze er iets mee doen. En dan denk ik bij mezelf, toen ik dat hoorde, dacht ik bij mezelf, hé, hoe kan dat nou? Wij zijn een erfgoedvereniging, onze heemkundeclub, en toch zijn we maar met, nou ja, maar, dat is een verkeerde uitdrukking, maar toch zie ik alleen maar mensen op leeftijd om me heen. Waar zijn de jonkies? En toen groeide een besef bij ons dat we misschien iets nog beter kunnen doen. Het benaderen van jongere groepen. En daarom ben ik verheugd dat er een groepje mensen onder onze vrijwilligers zich geroepen voelt om daar meteen mee aan de slag te gaan. Die gaan het onderwijs benaderen. Ze leggen binnenkort contact met het onderwijs en willen helpen bij de verzorging. Dat wil zeggen, ze willen vragen van op welke wijze kunnen wij helpen bij het verzorgen van lessen over erfgoed van de lokale omgeving. We gaan er zelf ook al een beetje mee aan de slag in samenwerking met Take 5. Want we willen namelijk ook een lezing organiseren speciaal voor jongeren over de oorlog. Dus je zou zeggen, oorlog dat is iets van grote mensen. Nee, dat is niet waar. Het is ook interessant voor kinderen. En om het op een goede manier te vertellen, heb je mensen nodig die kennis van zaken hebben. Die weten hoe je kinderen moet aanspreken. En daar hebben we goede contacten over bij onder andere Bergen op Zoom. Maar nog meer erfgoedverenigingen. Een andere activiteit waar wij mee aan de slag willen gaan, speciaal gericht op de jongeren, dat is een zoektocht. We hebben al eerder zoektochten georganiseerd en die maakte gebruik van een mobiele telefoon. Dus het waren in feite digitale zoektochten. Ik ben zelf informaticus en ik zou zeggen van, ja, wat is daar nou moeilijk aan, want je gebruikt toch allemaal een telefoon. Nou, het blijkt toch dat het best een beetje een handicap is. En nou hebben we besloten om, dit jaar ook weer een zoektocht te organiseren voor jongeren, maar nou helemaal op papier. En in een veilige omgeving, namelijk in de binnenstad. Welke activiteiten hebben we zoal dit jaar? Wel, er springen er drie uit die ik wil belichten, maar er zijn er veel meer. Maar jullie moeten onze nieuwsbrief maar volgen. De eerste twee, dat zijn tentoonstellingen. Binnenkort, dan heb ik het over een maand of drie. Dat is ongeveer eind april, begin mei. Dan hebben we een tentoonstelling over het boerenleven in de regio Oosterhout. En bij die tentoonstelling zijn we te gast bij de abdij, op de boerderij, de zuivelboerderij, bij de Paulusabdij. Dat belooft een heel mooie tentoonstelling te worden. We hebben al intensieve contacten en we zoeken nog allerlei extra activiteiten bij die tentoonstelling en dat gaat ons ook lukken. Om een voorbeeld te noemen, we hebben iemand uit Den Hout bereid gevonden om boeren werktuigen te presenteren. De mensen van de boerderij op de Paulusabdij, die gaan rondleidingen organiseren langs binnen hun boerenbedrijf. Ik denk dat het een heel leuke tentoonstelling gaat worden. Onthoud, 21 april tot 6 mei.
in de zuivelboerderij De Driehoek. Een volgende activiteit, een volgende tentoonstelling, dat is de expositie over de ontwikkeling van de Keiweg. Er wordt momenteel ontzettend hard aan gewerkt en belooft iets heel moois te worden. Wat ik heb begrepen, ik ben er zelf niet actief mee bezig, maar ik volg het wel op afstand, een beetje op afstand. Daar wordt dus ingezoomd op de families die op de Keiweg hun bedrijf vestigden. En van al die families, en daar is uiteraard Simon heel erg bij betrokken, worden die stambomen die worden uitgezocht. Het straatbeeld van de Keiweg, laten we eerlijk wezen, dat is in de loop der tijden heel erg veranderd. Ik memoreer graag, ik geef dat graag als voorbeeld, de Villa Mathilde. Ik weet niet of jullie weten waar die ergens heeft gestaan. Nou, die is verdwenen, want die moest wijken voor Albertijn. Er zijn meer voorbeelden te noemen. Nou, dat is jammer dat ze weg zijn. Maar het minste wat we kunnen doen is aandacht besteden aan hoe dat was, wat er en welke ontwikkeling of daar heeft plaatsgevonden. En er wordt momenteel hard aan gewerkt. Ook nu weer geldt, zet het in je agenda, 16 oktober tot 3 november. En hier zo. Dus in de foyer van de Bussel. Uiteraard, mensen, ik ga afsluiten. En ik geef jullie ook aan dat wij nog één activiteit hebben ter afsluiting van ons jubileumjaar. En het is een gezellige lunch met al onze leden. En dan volgend jaar, daar zijn we al over aan het nadenken, dat is weer een jaar dat teruggrijpt op zeg maar de oorlog. Dan is het weer 80 jaar geleden, zoals jullie weten, dat oorlog bevrijd is. 5 jaar geleden hebben we uiteraard 75 jaar de bevrijding gevierd. En volgend jaar, dan willen we daarmee aan de slag gaan met de 80-jarige bevrijding. Ik hoop dat we het succes van de activiteit van 75 jaar bevrijding kunnen evenaren. Ik dank jullie allemaal voor jullie belangstelling. En ik hoop dat jullie nog een prettige dag mogen beleven. Dankjewel, Frans. Ja, hiermee zijn we aan het einde gekomen van het officiële gedeelte. Dank dat u allemaal bent gekomen met zoveel. Dat doet ons heel erg goed. En ook enorme dank aan de medewerking van de Bussel, Eelco met team, heel top. En ook de technicus, dankjewel. Dadelijk kan u een drankje gaan nemen. En de bar heeft ervoor gezorgd dat u niet lang hoeft te wachten, want er staan al verschillende dingen klaar. Ik wens u nog een genoeglijke voortzetting van deze middag en heb het gezellig met elkaar. Ja. Want niets is ons te dol. Op het plein speelt de fanfare. En wie loopt daar voorop? Dat is de burgemeester. Die loopt in zijn handschop. Hij roept nu geen luta. Vanavond word ik smoor. En 1 seconde later zingt iedereen in koor. Hier is wat los, dus komen wij. Hier is het feest voor jou en mij. Hier wordt geproost. Tot morgens vroeg, want van een feestje zoals dit, daarvan krijgt niemand ooit genoeg. Hier is wat los, dus kom erbij. Hier is het feest, voor jou en mij. Hier wordt het proost, tot morgens vroeg. Want van een feestje zoals dit, daarvan krijgt niemand ooit genoeg. Jongens, kan de deur even dicht, mijn kop zit ertussen. Zo rond de klok van 11 gaan we naar het stamcafé. Een regen van confetti komt vrolijk naar beneden. De buurman van beneden roept, waar is mijn kunstgebit? En heeft niet in de gaten dat het in zijn bierglas zit. We dansen en we zingen en maken veel plezier. We smeren onze kelen met een lekker glaasje pils. De tap is
staat op springen, het schuimspad in je dronk. We zingen met z'n allen, met de bierglas aan de mond. Hier is wat los, dus kom erbij. Hier is het feest, voor jou en mij. Hier wordt de proost, tot morgen is vroeg. Want van een feestje zoals dit, daarvan krijgt niemand ooit genoeg. Hier is wat los, dus kom erbij. Hier is het feest, voor jou en mij. Beeld. Oké, okay, oh, ik ben nog steeds op de sorry. Er staat wel een ik zal wat shotjes zo pakken. Ja. Dat komt allemaal goed, hè? Ja. Ik heb het niet.
Je hebt zoveel gedaan, je bent zo altijd inzetbaar. En als je een lezing geeft, is klaargelden waar het over gaat. Geweldig, gefeliciteerd. Ja, we mag er eens doorpraten. Waar gaat het over? Over Breda. Ja, maar jij doet het al wel. Altijd inzetbaar. En als je een lezing geeft, is klaargelden waar het over gaat. Geweldig, gefeliciteerd. Ja. Hij was erbij en toen ging hij weer weg.